Welkom bij de Hot vs. Cold Challenge. We hebben hierin 3 pepers. Een gewone rode hete peper, een groene hele hete peper en een gele, wat is het eigenlijk? Een soort jalapeno peper. Deze is de heetste peper, dus ik hoop dat ik hem niet heb, maar... Nou, ik denk, Rutger moet hem eigenlijk wel, want hij heeft de gele trui en dan de gele peper past goed bij elkaar. Ja, past wel, maar het is super heet. We spraken net een man in de Albert Heijn en hij zei, ja, als je hem snijdt moet je direct je handen wassen. Dus dat wordt bitter. Dan hebben we kontjes, altijd fijn, altijd handig. En daar moeten we echt veel van nemen. Dat is ook super koud. En dat brandt denk ik ook redelijk in je mond. En natuurlijk kan je ook geluk hebben. Daarvoor hebben we roze koeken. Die zijn voor mij, hoop ik. Ja, en ik ook voor mij. Oké, laten we beginnen. Dan pak ik eerst de kopjes. En dan kunnen we kijken welke we moeten eten. Ja, terwijl Rutger de kopjes pakt. Het spel werkt zo. We hebben een aantal kopjes. En onder elk kopje zit één van die dingen. We weten beide niet wat onder welke zit. En dan pak je of een tompoes, of ijsklontjes, of een van deze pepers. Voor ronde 1 met het klaarzetten hebben we een klein probleempje. De rode peper past net niet in het kopje. Ja, dus gaan we hem een beetje opvouwen. Dat is denk ik het handigst. Zo. Zo, daar kwam een hoop. Zo, ik ruik het nu al. Zo, dat is echt sterk. Oh. Voor elke ronde is er dus een 66% kans dat we de peper pakken. Ja. En er is nog 33% kans dat we geen peper pakken voor elke ronde. Dus het kan zijn dat we die gele peper niet hoeven. Maar dat is maar 1/3 kans. Zo, op het. Ja, ze staan verwisseld. Denk je? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Okay. Steen, papier, schaar. Beam, ik win. Ah, je wist het. Je wist die tactiek. Nee, kijk, ik heb een tactiek. Oh ja, moet ik nou? Nee, ja, jij moet beginnen. Oh, moet ik beginnen met kiezen? Ja. Oh ja, inderdaad, dat is beter. Oh, ik doe het zo. Oh, trek die peper. Ik ga degene die het dichtst bij mij is. Gewoon deze. Oh, het voelt al. Nee, is dit... Oeh, jij weet het. Oeh, yes. Nee, ik weet het niet. Serieus niet. Ik doe gewoon degene die dichtstbij is. Nu moet jij. Koud of koud. Ah, nu is dit is een kansberekeningsspel. Met de presentator een 3 deuren raadsel. Nu is het dus de kans met kansberekening, dat raad je nooit, dat ik een rode peper pak. is ongeveer 66% kans. Zoals je hier kan zien is het echt 66% kans. Nu is ijsklonch denk ik wel het ergst. Ik twijfel. In een minne met 10 pond rutte, 10 pond kaas. In een minne met is de baas. Deze ga ik kiezen. Dat is de... Nou, ik zie... Oh, ijsklontjes. Het had echt gesmolten. Oké, je moet ze tegelijkertijd in je mond doen. Oh, nee. Echt? Ja, tuurlijk. Dat is zoveel. Ja, een paar goede brokken. 3. Dit kan niet. Oké, 3. Nou, doe maar dit brok en dit. 2. Oh. Ah, heerlijk. Lekker koud. Ik heb de 3/4 doorgeslikt. En hoe was het? Mijn hele mond is verlamd. Oh, het is koud. De volgende ronde wordt echt een nog groter blok. Dit ging nauwelijks. Ja, kijk maar. Wie gaat er? Ik ga even zo zitten. Oh. Wie gaat er weer beginnen? Nu. Jij begint toch? Ja. Oké. Ine, mine, me, te. 10 pond rutte, 10 pond kaas. Ine, mine, me, te is de baas. Zou ik deze nemen? Ik twijfel. Ja, ik weet het niet. Ik twijfel echt. Het is wel... Ja, je kan het niet ruiken of iets. Nee, dat is jammer. Dat zou misschien de roze koek, maar... Nee, ik kan niks ruiken. Oké. Doe maar gewoon. Ik ben heel erg benieuwd. Wat hoop je? Wat hoop je? Roze koek natuurlijk. Ja, ja, oké, maar daarna? De rode peper. Ja, oké. De ijskontjes. Dit wordt hem. Nee. Oké, ik moet. Ik schud ze nog één keertje, Rutger. Dan gaan we even weg. Ik schud ze nog een keer. Want dan weet jij... Oh ja, want... Ja, ik heb mijn prijs al. Dat is een roze koek. Rutger, doe je ogen even weg. Ik schud ze voor de zekerheid nog een keer. Ja. Ja, je mag, Rutger. Zo, oké. Je hebt nu 66% kans op ijsklontjes of een hete rode peper. En 33% kans op een minder hete peper. Ik moet nog eventjes wachten met mijn peper. Rutger, gaat uw gang. Nou, ik weet niet of ik er blij mee moet zijn, maar... In één keer in je mond. Dat is het moeilijke. Oké, ja? 3, 2, 1... Oh. Nog koud. Probeer even te kauwen, dat is makkelijker. Koud. Oh. Oh. Och. Zo intens koud dit. Ik kreeg hem er gewoon niet langs. Ja. Mond. We hebben wel allebei veel geluk gehad met allebei roze koek en ijsklontjes. Ja, maar nou, ik vind ijsklontjes ook niet prettig hoor. Het blijft in je mond zitten. Maar ik ben benieuwd wat ergens hoor. Die rode peper of de ijsklontjes. Dat is ongeveer gelijk. De rode peper. We gaan de groene peper. En we gaan... Een roze koek. Een roze koek. Weer lekker. Dus één van ons heeft een peper deze ronde. Ja, dat is sowieso zeker. Paas. Ja. Ik kies deze. Oké. Ja, de groene is misschien... Nee. Zegt dat er geen groen in zit. Oeh. Hij gaat. Ik dacht echt dat hier de rode in zat. Even. Zo'n groene is bijna net zo heet als die gele. Nou, daar gaan we. Stevig happen. Maar de bolletjes, hier moet je zijn. Dit is nog niet heel erg. Ik heb precies geluk gehad. Er zitten heel veel zaadjes... Nee, die moet je ook. Uiteinde. En ik heb net een goede hap genomen. Dus nu? Ah, nee. Ja, ik heb maar nog 0 zaadjes gehad. Nee. Goede... Nee, dat is veel te laat. En? Dit is geen peper. Dit is paprika. Oké, doe nog maar wat. Dit is paprika. En? Dit is paprika. Wat? Nee. Dit moet wel peper zijn. Dit is paprika of zo. Nee, ben ik toch nog gelukt. Pittigheid? Niet wel pittigheid? Nee, 0. Dit is paprika. Nou, geluk. Ja, paprika. Er stond echt peper in het Albert Heijn rek. Nou, geluk. Schraap het even. Ik heb geluk gehad. Nou, ik maak een roze koek. En dan gaan we het uiteinde is toch een beetje pittig. Ah, oké. Het stengeltje, maar het is niet al te pittig. Dan gaat in de volgende de roze koek. En dan gaat deze nog daarin. Ah, dit is weer het ijsklontjesbakje. Dan gaat deze peper in dit kommetje. En dan zeggen we, Rutger, ga maar schudden. finale ronde. Ja. Zo, ga jij eerst? Oké. Ine, mine, me, te, tien. Rond, ge, te, tien. Oh, de kaas. Ine, mine, me, te, is de baas. Dat wordt hem. Oké. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft niet. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Oké, ga maar. Oeh! Yes! Nee, maar nu heb ik! Nu moet ik! Yes! Succes, Rutger. Oké. Drop, drop, drop. En jij maar lekker op. Die gaan we opeten. Alsjeblieft, zeg dat het geel is. Alsjeblieft, zeg dat dit een rode is. Ik wil die gele niet, anders kan ik hem alsnog krijgen. Yes! Je bent hier heel goed in. Nou, jij bent hier goed in. Jij hebt de roze koek. En als je naar mij kijkt, de rode peper. Maar geef toe, geel past bij Rutger. Hm? Nee, je moet die kant eten. Het is alsnog pittig hoor. Deze kant hoef je niet te eten, je moet die kant eten. Maar dit is pittig. Dit is geen paprika. Nu laat je lekkere paprika. En dan komt nu een enorme nasmaak. Ik word helemaal warm. Dit is alsnog geen pretje hoor. Moet ik hem even... Wat is beter, het ijs of dit? Dit is misschien ietsjes beter. Oké. Maar... Dus het is echt alsnog heet. Nee, nou. Je hebt wel genoeg. Je twijfelt de hele tijd of je meer moet nemen. Het brandt redelijk hier in je keel, maar ik ben heel erg bang voor degene. Ja. Ik ben doodsbang voor degene. Ja. Oh nee, dat wordt... Kijk, als dit is, vind ik al echt flink pittig, maar degene... Ja. Ik ga even wat water drinken. Ja. Ja, hoe doen we het met de laatste ronde? Hetzelfde. En dan doen we roze koek. En weer... Ik moet even de smaak naar terugkomen. Deze is... Sterk alsnog. Echt sterk. Die groene was het lichtst. Dat we... Ik snap niet waarom ik hier blij mee zou zijn. Want dit is echt heet. Het is echt pittig. Zelfs een glas melk hierop nauwelijks. Nee, nauwelijks. Nog even wachten tot de volgende ronde. De pittigheid zit nog steeds in. Dan is het niet zo erg als er weer een extra pittigheidje bij komt. Nee, dat kan het echt niet. Dat kan er gewoon bij. Je vest is geel, dus die gele is gewoon voor jou. Dat hoort erbij. Zo werkt Lot. Ja, dit is echt redelijk... Ik denk Robin zou die, hij is Mexicaans, zou ik denk ook wel pittig vinden. Ja, ik heb nog geen pittig geproefd. Nee, maar je hebt de groene al. Die was totaal niet pittig. Nee, maar deze de nasmaak is echt... Maar... Ik heb wel eens pittige pepers. Ik kan er een beetje tegen, maar tegen zo'n gele denk ik niet. Maar ik vond de rode al best wel... Pittig. Scherp, maar het was nog wel te doen. Ja. Zodat je even denkt, pff, dit is even zwaar, maar... Nee, oké. Zo. Even nog wachten en daarna... Ja. De gele. Yeah. Voor deze laatste ronde, in plaats van dat we met een rode peper en een roze koek, omdat je het misschien kan voelen met gewicht, dat weet ik dus niet zeker. We willen het wel eerlijk laten gaan, want dit wordt dus wel heftig. Dus moeten we in twee allebei een stukje peper doen. Dus we doen een restje van Rutgers peper. Dus we doen in deze met het zonder steeltje is de roze koek. En degene met steeltje, dus degene met groen, dat is de hete peper. Ja. Dus degene met het groene stukje. Dan kan je het niet voelen. En dan weten we niet. Nee, dat kan je helemaal gewisselen. Ik kan mezelf ook al niet meer, dus nu mag jij wisselen. Ik heb het nu gewisseld. Ja, ja, ja. Nu mag jij nog een keer wisselen. Ja. Nou, oké. Rutger, gaat uw gang. Je moet degene met het groene steeltje kiezen. Die wil je. Ja, nou ja, dat is voor jou goed. Ja. Fuck. Oh, nee, niet. Yes! Shit. Yes! God. Je staat uit beeld. Oh, ja, weet ik, maar alsnog ben ik blij. Je maakt een sprongetje van blijheid. Yes! En ook een beetje achter. I got it. I got het ding zonder stieltje. Yes! En dan is een... Ah, dit wordt... Ah. Dit wordt... Maar ik kan redelijk tegen pittigheid. Dus ja, ik krijg deze ook. Redelijk, nou. Het is tegen een rode peper kan ik. Niet tegen een... nou, Madame Jeannette is dus lichter dan dit. Hoe gaan we... Dat je dit gedeelte eet? Ja. Okay, nee, maar Madame Jeannette is lichter dan dit, hè? Dit is zwaarder dan Madame Jeannette. Okay. Madame Jeannette is zwaar. En? Dit is echt heet. Ik heb hem nog niet eens gehad. Oké, ik ook. Nee, nee, nee. Dat is de challenge. En? Zo, dit is echt heet. Fuck. Zo. Heet? Echt heet. Ik krijg nou... Het is moeilijk lucht. Zo. Is echt veel heter dan ik had verwacht. Ja? Die groene pepers... uit blik zijn heet. Jalapeño's. Ja, dit is nog een stuk heter. Nee, jalapeño's vind ik niet super hoor. Dit is echt een van de heetste. Dit is echt een hele hete. Nou Rutger, mag ik de roze koek? Tuurlijk, neem. De nasmaak is denk ik heel erg... Oh, dat is vies, deze roze koek. Nu? Ja. Oh. Holy shit. Nou, dat was de... Hot versus cold challenge. Dat is meer een hot challenge, maar dat koude ding was ook heel irritant. Trekt het al een beetje weg de pittigheid? Of nog nee, dat blijft heel lang. Ik heb zelfs nog een heel klein beetje pittigheid van die andere. Die ook aardig heet was. En dat moeilijke is dat je niet moet gaan drinken, want dan... Als je gaat drinken, dan spoel je het extra en dan wordt het nog heter met dit soort hete. Ja, melk heeft toch... Nou, yoghurt heeft toch meer. Oh, de rotskoek is nu al op. Ja. Oh, dit branden stopt maar niet. Nee, het is echt heel erg intens. Nou, dit is het einde van de hot versus cold. Voor mij duurt het nog een dag deze video. Ja, inderdaad. Iets korter. Dat was... We hebben veel hete dingen. We hebben ook redelijk wat koude dingen. Wat ijsgrondjes. Dat was ook heel koud. Dat moet je ook niet onderschatten. Ja. Maar dan is het nog een beetje... Au revoir. Ja, au revoir. Top. Zo. Oké. Hoe heet deze video eigenlijk? Hot versus cold. Welkom bij de Hot versus Cold Challenge. We hebben een klein probleempje voor ronde 1 als we met de rode peper willen doen. Oh, dat zie je niet. Beeld. Nou, laat maar. Dit komt toch niet in de video. Nee, we moeten niet filmen. We zijn nu live. Ja, we zijn nu live. Oh, kijk hoeveel het achterloopt op mijn telefoon. Ja, ja, ja. Oké, doe maar. Oké, ronde. Je houdt het wel lang vol, Rutger. Zo. Je krijgt pijsklontjes niet langs je beugel. Ga gewoon. Nee, pijsklontjes zitten vast. Oh.